Nee, toch zeker. Was heel het hokje Team Andering, toen was het doos leeg. Berliner bollen ontwikkeld. Hallo Guusje, hoe was jouw avond? Hallo allemaal, wij zijn Nachtkijkers. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Nou, papa komt ook net binnen. Papa, heb je vuurwerk? Wat? Vuurwerk. Ja, dit is geen vuurwerk. Maar dit is geen vuurwerk. Dit is fristie. Maar waar is vuurwerk dan? Dat is verstopt. Waar dan? Ja, de kleintjes die staan met de jas aan. Wat gaan jullie doen? De mondtaal. Nee, toch zeker. Nee, toch zeker, hè? Wel in Walbe. Ik heb hem, dat is wel de beste. De beste Monkey Town, hè? Van heel Nederland. Ja, die is ja, en daar zijn Karen en Mariska. Ja, daar zijn Karen en Mariska. Ik denk dat alleen Mariska er is. Denk ik. En wat gaan wij doen? Nou, eerst even opruimen, eerst denk even ik. Ik heb hier twee andere soorten pasta, want dat is mijn goede voornemen. Om jullie gezondere grondstoffen te geven. Oh-oh. Misschien vind je deze wel heel lekker, want deze is wel echt gemaakt van hazelnoten en chocola. Ja. En misschien ga ik ook wel zelf maken, onze eigen hazelnotenpasta. Maar ik zag je staan en ik probeer het eens een keer. In plaats ja. Van, we krijgen al zoveel gezonde ingrediënten. Ja, ja, ja. Kijk maar. Heb je ook andere gekocht? Heb je ook dit gekocht? Oh, en ik heb hier. Voor met oud en nieuw. Tiramisu. Tiramisu, daar staat de bakkerij, staat er nog mascarpone. Maar Eline is er niet meer oud en nieuw. Oh, dan mag ik het wel. Die gaat naar Amsterdam. Nee, dat is voor tiramisu te maken. Die gaat naar zo'n festival. En een aanvraag voor Merel. Want in Amerika vinden ze die stroopwafels helemaal geweldig. Terwijl je die daar volgens mij ook gewoon wel ergens kan kopen. Maar die deelt ze uit. Die hadden wij ook mee, hè, toen wij ja. In Amerika. Die was zo, die ja, was gelijk leeg. Het was heel het hokje Team Andering, toen was het doos leeg. Ze neemt de grote koffer mee terug. Met allemaal stroopwafels. Ja, veel plezier bij Monkey Town. Open en hem ook, veel plezier. Dankjewel. Ja, hij heeft Eline de bollen bij, want dan kunnen we die nog zo even gaan testen. Ja. Nou, junior, vergeet jij niks? Dan moet ik wel liever een kusje geven. Ja, mag liever doen voor een kusje. Mm-hmm. Maar, oma, hoeveel lekkers mogen we bij mijn kusje? Dat zien we dan kindjes wel. Kindjes die vragen? Worden ongeslagen. Ja, precies. En we gaan ook niet zeuren. Bij Karen en Mariska. Dat wil ik niet horen nog. Als je dat doet. Nee, Mariska mag niet. Want het is heel druk, hè? Als je ja. Dan nou een keer naar achteren. Dat gaan we niet doen, want als ik dat hoor, dan is het de laatste keer Monkey Town. Maar als ik nog op de balie komen? Nee, het is echt heel druk. Hopelijk. Dus dat moet je niet doen. Je moet ze wel laten werken. Want als je daar achter gaat lopen en allemaal gaat dingen om gaat vragen, dan is het de laatste keer dat je gaat, oké? Okay? Maar. Ja, mama. Ja, mama. Ja, liefste mama. Ja, mama. Ja, mama. Begrijp je nou wat ik zeg of niet? Ja, mama. Ja, mama. Mag ik wel een knuffel aan mij? Ja, dat mag wel. Maar snap je wat ik zeg? Dat, waarom dat dan niet kan? Ja? Oké. Okay. Zodat hun ook kunnen werken en want je mag papa ook niet stoppen tijdens het werk. Maar dat doe ik toch? Liever niet veel mee. Maar dat doe ik toch? Ja, maar jullie mogen daar wel van mij. Je mag altijd bij de bakkerij langskomen. En even kroelen en dan weer weg. Je mag altijd. Bij de bakkerij wel? Ja, die heb ik nog gezien. Febe! Ja! Wie is Febe? Die stagiaire. We hadden toen twee Belgische stagiaires een half jaar geleden. En ze was 2,5 uur rij was met haar vader en haar zusje. Ja, en ze zei echt van ja, ik vond het zo leuk, zei ze. Dus en wat komt ze doen? Gewoon oliebollen ja, halen? Eline had al oliebollen gegeven en ze stonden in de choco, een doosje chocola. En ik zei al tegen Jolanda van de bakkerswinkel van nou geef ze morgen maar appelbriers en oliebollen mee. Ze zei, die heb ik al gehad van Eline, zei ze. Dus Eline die had al weggegeven. Papa, nu is het huis van de dag. Oh, dat is leuk. Ja. En wat deed ze nu?
Dat heb ik verder niet gevraagd. Ik heb nog wel bedankt voor het hele lekkere bierpakket. Ik zei, ik heb net de laatste op. Ja, dat was al op. Ja, nee, dat is weer een ander pakket. Daar heb je wel lang mee gedaan. Ja, daar heb ik heel lang mee gedaan. Maar het was ook heel leuk. Het was allemaal aan het bier vandaag. Ja. Hallo guys, we hebben hier. Ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Je hebt het eigenlijk niet echt. Ik heb de bakkerswinkel net even snel zien staan. Eline die heeft Berliner bollen ontwikkeld en we gaan taste test doen. Ik heb al die kerst. Wie heeft de deeg gemaakt? Ja, die is mee. Ik wil de kerst. Heb jij het deeg gemaakt, papa? Jij gebakken. Ik gebakken. Ik wil de kerst hebben. En Eline die zei ja, dat moeten we echt gaan maken, want dat is leuk. Ik wil de kerst. Jij mag het kerstje. Het lekkerste van heel die bol. Zit ook kerst in, mama. Berliner bol. Laat maar raaien. Kerst dan. Dit is gewoon met gele room erin. Zwitserse room. Ja. Cookie Monster. Dit is... Ik wil de cookie karamel. Monster. Triple chocolate. Oké. Okay. Poes en toffee. Ja. Ja. Ik wil de cookie. Alleen dit moet eigenlijk Zwitserse room zijn, maar die... moest gewoon helemaal bij. Zit wel Zwitserse room in? We snijden ze gewoon in vier. Nee, dan is het goed toch? Slagroom erop. Dat is leuker. Okay. Ik wil een Cookie Monster. We snijden. Ja. De krombol, of hoe noem je nou? De Berliner krom. Berlin tompoes. Ja. Pas op, hè? Pas op met je vingers. Heel scherp mes is dat. Krombol. Oh, ik wil ogen. Zo, ik wacht. Oog. Want je wil de andere ook nog proeven. Dus een... oppassen. Dus een klein stukje is goed. Ja, proef maar. Die ga ik niet proeven. Ik heb ook liever die andere. Dus dan proef ik ook lekker die andere. Voor de kinderen. Ja, deze twee vind ik het leuk. Deze met kerst en deze is ook al melden. Weet je wat de beste gaat lopen, denk ik? Nee. Deze. Ja, dat is trouwens wel. Dat spekje erop is wel leuk. Ja. Er zit niet veel tijd in. Een beetje. Ja, er zit wel veel tijd in. Maar ik vind het wel leuk om te maken, dus. Kijk, als je het al heel het jaar door zou doen, maar ja, zo'n paar keer. Ik heb al eens gelachen kerstbomen meer, dus heb ik dit meegenomen. Ja, die lagen toch in het 5% schap, nog? Nee, die waren op. Er lag nog maar één vanochtend. Nee, dan zijn ze op. En ze zeiden dat dit leuk was. Doe maar even de deur dicht alsjeblieft, want lief. Schatje, schatje. Ik heb ook. Oh. En de kom er ook net gelukkig. Zo lekker als een krompoes. Ja, die ligt lekker. Top, vind je het lekker? Top. Mama zit te wachten op de kerst. Wil je die proeven? Ik denk dat Cookie Monster. Ik wil een stukje Cookie Monster. Ja, dat dacht ik wel. Er zit Zwitserse room in en kers. Ja, Zwitserse room en kers, ja. Ja, ik had... Ja, ik wil een stukje over nog een stukje. Ik wil dan meteen ook nog een stukje. Papa, die ruikt echt heel lekker, hè? Heb je al geproefd? Nee. Dus ik pak al wat deze. Jammer, Eline, dat ik niet pakken. Want deze wil ik wat ook. Van? Heel lekker, hè? Ja. Ik wil deze ook nog. Ik ook een stukje. Kijk, deze? Stukje? Nee, dat is al... Oh, nee. Sorry. Ja. Nou, dan zou ik eerder die afsnijden en die niet. Hoezo? Want dat is eigenlijk hetzelfde. Oh. Binnenkant. Hier zit ook karamel in. Hey, Merel, wil je ook proeven? Oh, heel lekker. Ja? Het is wel lekker, hoor. Goed uit. Deur dicht. We don't live in America here, hè? Ja, dit is Nederland, hè? It's not America. Die noot, die proeft alles wel. Ja. Oh, dat is lekker met die hazelnootjes zo erop, ja. Ja, alleen hebben we crushed hazelnoten, want die heb ik zelf gecrushed. Lekker? Maar liefst is het lekker te kraken, want het spikkelt niet. Ja, goed gekeurd. Oh? Ik vond tot nu toe kerstjes lekkers. Ik ook. Ik kom poes. Wat je zwartzwald kunt noemen. Ja, hier wil ik eigenlijk chocola in doen. Nou, dat moet je chocolade moest in doen. Ja. Ja. Maar ik had al verkeerd gedipt, dus ik had triple chocolate ervan gemaakt. Nee, maar wacht. Als je chocolade moest in doen, dan zijn ze helemaal ruis. Chocolade karamel. Hoeveel meen je in de mond? Ja, dat is helemaal lekker. De deeg is ook heel lekker, hè? Ja. Nou, ook echt perfect gebakken. Het blijkt ook al 3 dagen goed. Dat weet ik niet. Jawel, door dat deeg blijft het wel goed. Bij een oliebol niet, maar dit deeg. Stolle deeg. Tenminste, dat blijft gewoon lang goed. Lekker? Het is wel leuk, hè, als je bakkerij hebt, hè? Kun je dit soort dingen allemaal doen, hè? Ja, ja. Huh? Wel leuk. Ik
We zijn met ons hele gezinnetje bij de Kroon met Bas en Marijn en Mees. Alleen Madelief is er niet bij, want die is logeren bij opa en oma. Ja, junior ook. Oh ja, en Guusje niet, nee. Oh, dus ja, dan missen we er toch nog drie. Guusje, die was van Martino. Ja, een heel liever in de plaats, ja. Tien was de film klaar van Guusje, dan kwam ze naar huis. Ze zei, dan kan je ook even naar hier. Oh ja. Maar ze zijn daar lekker een potje aan het kaarten. Er is een buffetje vanavond, want de Kroon... Café bij ons in de straat, café-restaurant, bestaat een jaar. Vroeger was het de Kroon en nu is het de Kroon. Ik was hotel, nu is het restaurant. Ja, en die twee jongens hier die zijn al een beetje met vuurwerk begonnen. Mag eigenlijk nog niet, hè? Maar ja, daar ben je jonge jongen voor, hè? Het is ook vroeg, het buffet is bijna geopend. Dan zullen we zo eens even wat eten gaan halen. Moet passen. Kijk, nog een staantafel erbij. Daar zorgen we goed voor. Zo, daar is het café achter ons. Wij gaan naar huis. Het is 11 uur. Het is 3 meter lopen. En ja... hier is ons huis. Dus dat was makkelijk. Dat is wel het voordeel van in het centrum wonen. De televisie is nog aan. Kijken. Er zit misschien wel niemand. Oh, er ligt er. Er liggen er. Eline. Merel. Guusje. Guusje. Het is Guusje. Zwaait je nou? Excuse me. Ik vraag hoe ze het heeft gehad. Die is met een vriendje op pad geweest. Oh ja, die is met een vriendje naar de bioscoop geweest. Met de ouders van de vriendje? Even. Oh, die waren er ook bij? Ja. Oh, die zijn ook naar de bioscoop geweest? Ja. Oh, dat had ik niet zo begrepen. Hé, de deur is open. Hallo Guusje, hoe was jouw avond? Ja, leuk. Ja? Lekker naar de bioscoop geweest? Ja, en gaan schaatsen. Oh. Nou. Met die ouders er ook bij. Mm-hmm. Oh. Maar gaan schaatsen, dat was dan met die zus en een vriendje van die zus. En dan eten met die ouders. Zo. En dan naar de bioscoop met z'n twee. Oh. Nou, ja, wij zijn gewoon nieuwjaarsparty geweest in Oudenbosch. We hebben een Polonaise gelopen. Zo. Kijk uit waar je op Louis gaat zitten. Ik ga niet op Louis zitten. Guusje die moet ook naar bed voor mij. Nee. Ik ga ook naar bed. Ja. Dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.